Hallo ze bankjes, hier ben ik weer op een gameplay aflevering van GTA 4. Ik heb een speciale supergeheime 1 van de 50 chums gevonden en dan gaan we hem gauw even maken. Ik heb veel te weinig snelheid, maar dan gaat het niet om. Eigenlijk wel. Woo! Hij telt ons nog eens een jump. Over de kop met die zooi. Not good enough. Oh, kut. Ik dacht het was wel leuk om de aflevering mee te beginnen met zo'n leuke jump. Maar nee hoor. En ik zei expres jump in plaats van jump, want jump is een veel te mainstream woord. En Shump niet, we gaan zo naar, niet naar Packy, maar naar die broer van hem voor een van zijn nieuwe missies. We gaan eerst nog even een keer de aanloop doen voor de jump. Want ik wil hem eigenlijk wel even halen, weet je, daar kijk ik weer, nou ja, eigenlijk helemaal niks voor. Het is gewoon leuk om te doen. Weet je, als je niks te doen hebt in dit spel, dan ga je hem al die jumps halen. En ja, eentje, kan geen kwaad. En dan gaan we daarna naar die gast toe en dan moeten we deel 2 van zijn plan uitvoeren. Waar we de vorige aflevering mee bezig waren. En als je niet weet hoe dat plan zit, ja, dan moet je de vorige aflevering kijken en dan komt alles misschien goed. Oké, rijden met die volle snelheid, Nick. Dit gaat een stuk beter. Woehoe! Yeah! Oh, er zit daar nog één. Dat is een dubbele. Vet. Stunt jump completed. Nog eentje. Hoppakee. I'm the king of the stad. Oh, vet. Er daarna nog eentje. Oh, het zijn heel veel jumps. Achter elkaar zelfs. Vet. Tel die ook allemaal apart als jumps? Dat is de vraag. Ja. Nee, misschien. Oké, ouw. Doe het niet cool. Hoeveel heb ik er nu? Ja, dat zijn meerdere jumps. Als je ze echt allemaal wil halen, moet je gewoon even die daken gaan. Oké, handig om te weten. Ik wil toch niet alle jumps, dus dat scheelt. Ik heb er tenminste weer 2 bij ofzo. Of 3, 2. We gaan nu beginnen met de missie. De auto is een klein beetje kadukelekuuk. Dat krijg je als je over daken heen gaat springen en zo. Dat is een klein bijeffect. Kan de beste overkomen. Ik ben benieuwd naar de missie. Ik ben net ook gebeld door Packy. Die zei dat ik ook even moest chillen met zijn andere broer. Dus ik heb nu alle 3 de broers. Ik heb hier die vent waar we nu heen gaan. Dan heb je hier nog iemand van de familie. Francis heb je daar. En daar heb je die andere vent, Derek. En ja, Michael ging dood geloof ik bij de bankoverval, als ik me niet vergis. Dus die doet niet mee. Van de 3 van de 4 broertjes is er eentje dood. En de andere 3 hebben allemaal missies voor mij. Nou ja, gezellig zeg ik altijd maar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We gaan lekker naar dit huis toe, want hij had een leuke missie voor mij. Ik hoop dat hij een beetje makkelijk is. Ik ben dol op makkelijke missies. Ja, geld is niet echt een probleem na die bankoverval. Geld is geen probleem. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Ik ga dus iemand overvallen, overroven. Hey, mijn chick! Mm-hmm. Of is dat die moeder? Ik denk dat het de moeder is en niet de zus. Ik vind haar een beetje eng. Ah, ik krijg een kusje. Ah. Oh, dat is de moeder. Ask him in. Nou, kom binnen. Kom binnen, dank je. Ja, toch. Het meisje naam ziet op een of andere reden heel bejaard uit. Zij ziet er ook bejaard uit. Ah. Tuurlijk, God doet rare dingen jongens. Alleen hij bestaat niet. Ah! Zekers. Oké, okay, wat is de deal jongens? Nico! Jup, ik heb het gehaald. Dank je, is goed. Tuurlijk. Kijk hem in de ogen, Nico. Oké. Oh please. Wat moet ik doen? Do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. Oké, nou ja, wat leuk. Wat is de missie? Get on the motorbike. Er is maar eenmaal. Oh kijk, ik zit nu in één keer bij een motorclubje. Kijk maar, ik heb een cool gay vest aan. Ik voel me net een homo, jongens. Nu weet ik eindelijk hoe het is om homo te zijn. Nu ik dit mooie vest aan heb. Ik hoop dat ik hem mag houden na deze missie. Eens even kijken. Go to the meeting point. Even gauw mappen die shit. Oh, hij is al gemapt. Dat is nog dubbel map. Niks kan op tegen een dubbel map. Ik haat rijden op de motorfiets, want als je één keer ergens tegenaan rijdt, dan val je er vanaf. En dat is niet zo fijn, want ik rij overal tegenaan. Sturen gaat wel een stuk makkelijker. Oh, oh rustig. Rustig motor. Kun je ook wheelies trekken? Hoe trek je een wheelie? Op geen idee, niet achteruit. Of misschien toch wel. Ik weet niet, laten we het gewoon niet proberen. Laten we gewoon eventjes rustig rijden en gewoon doen wat we moeten doen. Hey Octo, gedaan wat je moest doen. Dat is een SpongeBob reference. Oké, okay, ja precies, als ik achteruit druk dan rem ik. Dat is dus geen wheelie. Op mijn PSP kon ik het wel, dan was ik echt wereldkampioen wheelies. Eigenlijk niet, maar ik kon wel. Zo nu en dan had ik wel eens van die tijd dat ik eventjes een wheelietje trok hoor. Daar was ik niet mis van. Niet misselijk van. Ik trok wel eens een wheelie jongens, hou erover op. Ik ben stoer, oké? Oké, we gaan even over een brug heen. Met onze mooie motorfiets. Je ziet eigenlijk nooit motormensen. Oh wacht, daar heb je er een. Kut! Gast, nou klopt mijn argument niet meer. Ik zei, je ziet nooit motorrijders op de brug en er komt er net eentje aangereden. Dat vind ik gewoon niet leuk, weet je. Dan heb ik echt het idee dat je dat expres doet. Oh, waarom? Oké, nu moet ik even oppassen. Hé, nog eentje. Ik moet even nergens tegenaan rijden, want het is oud. Tegen dingen... Oh, nee. Oh, dat ging net goed.
Dat ging net goed. Op die middelste lijn rijden is sowieso geen goed idee, want die auto's vroegen in, zoals die daar, ja. Ik heb een heerlijke lag, zoals altijd eigenlijk. Dat is de algemene, Rick rijdt op een voertuig lag. Heerlijk is die. In Far Cry heb ik dat ook. Als ik een voertuig rijd, dan gaat die shit lag als ik opneem. Anders niet hoor. Opnemen en Kut Nugget. Kut Nugget was eigenlijk al het thema van de vorige aflevering. Dus je kan niet twee afleveringen over Kut Nugget praten, Rick. Zo werkt het niet op YouTube. Daar tussendoor. Ik vind het wonderbaarlijk dat ik nog nergens tegen aangebotst ben. Zeg dat alsjeblieft niet te vroeg. Goed zo. Nog steeds nergens tegen aangebotst. Nog steeds nergens tegen aangebotst. Oké, moet ik in. Nu moet ik aangereden door een auto waarschijnlijk. Oké, dat ging bijna mis. Bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Eens even kijken. Hier kant op. Volle snelheid. Niek. Woehoe. Slow ride. Nee, serieus. Het gaat aardig goed momenteel. Kut. Oké, ik ben er niet gevallen. Ik leef nog. Ik zit nog op mijn motor. Ben ik er al bijna? Of kom op. Moet ik nou drie keer door het hele spel heen rijden of zo? Of hoe zit het nou? Ah, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Is een fantastisch kinderlied, al zeg ik het zelf. Even kijken, hier is de hoek. Echt waar, Rick. Yup. Dat was een dubbele scheet. Alleen dan met mijn mond. Een orale scheet. Klinkt lekker. Eigenlijk niet. Sneaky scumbag. Tony Black didn't do nothing to nobody who did. Die vind ik echt awesome, haar. What the fuck? We're going to the mattresses for sure. Oh god, geen motorachtervolging. Kut. Nee, ik had hier niet doorheen moeten rijden trouwens. Dat kost me zeker tijd. Oh god, gelukkig heb ik wapens bij me. Gelukkig maar. Oké, kut. Nee, neemt echt van die kutroutes. Nee. Dude, niet cool. Kan ik hier niet gewoon nu alvast neerschieten? Dat scheelt een hele hoop moeite. Hallo, dat was moeilijk. Oh, er staat daar een auto in de fik. Dat was niet zo moeilijk als ik dacht dat het zou zijn. Hallo, ik rij voor je lijk heen. Ach joh, bloed is goed, zegt mijn moeder altijd. Eigenlijk zegt ze dat niet, dat zou raar zijn. Hey, Gary! Gary! Homo! Sleeping with the fishies. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Mooi. Really nice, dankjewel. Mooi. Good luck with that, Jerry. Later, Gary. Niet Jerry, nee, Gary. Hij heeft zo meteen op ieder moment de bakkers ingaat, de bias. Dat is niet zo mooi. Hij is ook weg van onze mooie minimap. We zijn allemaal heel erg in de buurt bij meneer FM, bij Francis. Laten we eens gewoon een missie van die goeie oude Francis halen, om het goed te maken. Francis! Ik kom je halen. Papa komt hier. Even, oepsie. Hebben we nog een toeter? Ah, prachtig. Oh, hier, politiebureau. Oké, dan. Oh, hij is zeker defense. Die Francis. Holland. Hoe zeggen ze dat eigenlijk? Holland, zeggen de Amerikanen. Holland. I'll make commissioner. Oké, nou, hij is tenminste de brave van de groep. De politieagent-achtig meneer. Je mocht trouwens dat vest houden, nu we het erover hebben. Ik heb als awesome vest aan. We gaan het vest sowieso houden. Dan weten we eindelijk hoe het is om homo te zijn. Erg fijn. Nee, niet 50 Shades of Grey. Shades of Grey. Mooi. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. Als jij het zegt. Oké, dan. Nou begin ik een beetje bang te worden. I want to get paid. Echt waar, Nico begint nu heel saai te worden. Ik wil gewoon geld. Je hebt net een bank overvallen, jongen. Je hebt genoeg geld. Nou, vertel. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Okay. This scumbag's been pushing drugs. Bimping woman. You name it. He's done it. I need him dealt with. Okay. Police work. Politiewerk. En de straten zijn gemaakt van goud. Ik vind dat je daar gelijk in hebt. Wij gaan de drugsdealer pakken. Go to the project. Oké, mag ik de politiewagen hebben? Tuurlijk. Een politiewagen stelen. Voor politiebureau. Dat is pas YOLO, dames en heren. Ik presenteer jullie YOLO. Wat? Oh, daar dus kan ik weer in de computer zoeken. Kan ik boefjes zoeken, dat is leuk. Ik heb geen idee hoe lang deze video al bezig is. Maar de meeste GTA video's zijn sowieso iets langer. Waarom? Weet je, waarom niet? Ik heb altijd op GTA-video's mensen die gaan renten. Rick, waarom zijn de GTA-video's geen 45 minuten meer? Omdat het een nieuwe Banjo Town 2, oké? En ja, daarom.
Dat is de enige reden. Ik denk dat ik wel ongeveer op jullie beat zit. Dus waarschijnlijk gaan we halfwege deze video kappen. En dan neem ik meteen de video daarna achterop. Hierna achterop. Dit is al de derde video die ik achter elkaar opneem van GTA. Ik heb meteen weer zin in dit spel. Ik ben dan lekker voor. Oh, sorry politie. Zo bedoelde ik het niet, hè. Zo bedoelde ik het niet. Waar is die drugdealer? Is het nog ver? Oh joh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje kaal. Zong ik dat net ook al? Was dat de vorige aflevering? Ik weet het allemaal niet meer. Dat was deze aflevering. Of toch niet? Of toch wel? Ik word gek, help! Ik weet het echt niet meer. Voor mij was het net. Of niet? Ik weet niet meer. U staat onder arrest, meneer. Oké, toch niet. U bent vrij. Oh, wacht. Hoeren. Ik wil hoeren. Oh, ik ben in een missie. Nee, ik mag geen hoeren. Ik ben in een missie. Nee, kut. Ik wil hoeren. Ik heb net de hoeren gevonden. Kijk, waar zijn we nu? Oké, moet eens onthouden. Hoeren hier. Nieuw Amsterdam, Holland. Holland is hoeren. Oké, bedankt voor die tip. Volgende aflevering gaat Nico eindelijk weer gezellig de liefde bedrijven met een vrouw die geld nodig heeft. En dan door de schedel knallen en dan het geld weer terugnemen. Naar de rechtmatige eigenaar. Is dat niet fantastisch, jongens? Volgende aflevering kan Nico eindelijk weer gezellig seksen. Daar hebben we zin in, of niet soms? Ik moet even uitstappen, denk ik. Jammer dat we nu een missie aan het doen zijn. Anders had ik die hoer zo hard meegenomen in mijn auto. Of twee. Ik weet niet eens wat het kan. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk kan je geen triootjes hebben in het spel. Wat jammer toch weer. Wat onrealistisch. Clip. I'm outside the project. Where is he? Waar is hij dan, hè? He's on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. Oh, fuck, dat zijn er veel. Oké. Interessant. Anyway, these projects all got the same layout. Aan ieder side, oké, dat is wel handig om te weten. Oké. Ik? Nee joh. Dat is mooi. Ja, ja. Oh, Manny. Oh, wat een leuke jongen was dat. Ik zal eens even mijn wapen wegdoen. En dan gaan we gewoon een beetje klimmen. En ik bedoel, ik heb een mooi vest aan, jongens. Clarence op de eerste verdieping. Moet even die trappen zoeken. Waar zijn die mooie trappen? Zometeen. Eat me op. Oké. Nee, serieus. Deze meneer kijkt me boos aan. En zometeen gaan we het één grote schietpartij, jongens. Eén groot feestje. Laten we gewoon snel een trap zoeken. Mooie trap. Zullen we omhoog en zo. Ik wil niet naar huis, hoor. Ik heb het naar mijn zin hier. Eén groot feestje. Mag ik even langs, heren? Fuck jou. Ik ben een beetje boos, geloof ik. Ik betwijfel of we dit gaan redden. Dit wordt een interessante. Oeh, brandbussen. Niet gaan slaan, man. Niet cool. Ik ga hem pakken, hoor. Oh, fuck, hij rent weg, of niet soms. Is dat hem? Oh, ik ben nu al dood. Mijn spataderen. Dat is eigenlijk een ziekte, maar alsnog. Gangster boys. Oké. Ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video te liken als jij hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van GTA 4. Ik zal verder gaan met record als we weer daar zijn. En dan zijn we daar weer. Dus vergeet de vrienden te liken op Neuvel. Tot de volgende aflevering van GTA 4. Waarin wij toch echt eventjes deze meneer eventjes een flink lesje gaan leren. Want dit kan niet zo, hè, jongens. Dit is onacceptabel. Tot de volgende aflevering. Doei!